Oh, goedemiddag. Nou, ik ben hier in het Groenendaalse Bos in Heemstede. Het is februari, dus het is natuurlijk een beetje grijs en somber. Maar dat mag niet afdoen aan de pret, want Kibus is natuurlijk bij me en die is ontzettend blij dat we naar het bos gaan. De bal, uiteraard. En wat ik jullie vooral wil laten zien vandaag, is de parkeerplaatsen hier bij het Groenendaalse Bos. Heemstede ligt natuurlijk vlakbij Zandvoort, ligt vlakbij Haarlem. Ook best dicht bij Amsterdam. Dus het is een perfecte plek om je camper lekker neer te zetten en op pad te gaan. Ik laat je twee plekken zien. Ik laat je zien de plek bij de kinderboerderij. Die is wat meer exposed. Prima plek trouwens. Ondertussen gooit natuurlijk even de bal. En die is wat exposed. Mag de pret niet drukken. Er is ook wat grotere parkeerplaats. Oh, kijk. Ja, Kibus. Moet ik een beetje bal gooien? Nou, kom op dan. Oké, let op die kant. Oké, blij hondje. Wat was ik aan het zeggen? Ik was aan het zeggen. Een kleine parkeerplaats, vlak bij de kinderboerderij. En super plekje, beetje exposed. Maar we hebben ook nog een andere plek, iets verderop. Een grotere parkeerplaats waar je echt in een hoekje kan gaan staan. Lekker uit het zicht. Echt super. Ik ga het je allebei laten zien. Er staan bij die parkeerplaatsen geen verbodsborden. Dus dat betekent dat je daar gewoon kan parkeren. En ik heb ook nergens borden gezien dat je daar niet mag kamperen. Maar goed, dat moet je zelf maar uitzoeken of je dat wil. Er zijn bushaltes in de buurt. Er is een treinstation vlak in de buurt, Heemstede Aardehout, waar je makkelijk even op de fiets naartoe kan. En die brengt je rechtstreeks naar Amsterdam en naar Leiden en naar Den Haag. Nou, het is een topplek. Ik kom hier heel vaak met Kibus. Ik kom natuurlijk in het deel waar de honden zijn toegestaan, waar Kibus kan zwemmen, waar die kan rennen, waar die kan spelen. Superplek. En er is ook een afgescheiden deel waar dus geen honden komen. Wat voor mensen die geen hond willen, die tegen hun opspringt of die met ze wil spelen, dan kun je daar lekker op je gemakje wandelen. En dat is ook een prachtig gebied. Ik laat je alleen het hondendeel zien, wat echt heel groot is. Je kan hier echt uren wandelen, spelen, de honden kunnen zwemmen. Nou ja, topplek. Denk de zon er even bij en de groene blaadjes. Het is nu ook prachtig geworden in het najaar en in de winter. Echt prachtig. Let op, Piet. We gaan nog één keer gooien. Tjoep, tjoep. Hoppakee. En ik laat je natuurlijk beelden zien van Kibus die ontzettend lekker in het water aan het spelen is. Want dat is een topplek. Hoppakee. Wat denk je ervan, Kibus? Hè? Ja. Nou, mensen, dit is de ingang van de parkeerplaats. En zoals jullie zien is hier achter de kinderboerderij. Ik ga hier achteraan lopen, dat is altijd hartstikke leuk. Kijk. En dan draai ik even in naar de parkeerplaats. Let op. Dat is dit hier.
En de ingang van het bos is natuurlijk gewoon hier het straatje in, hè? Dat is evident. Daar zo. En dan ga ik jullie laten zien dat dit nog best een flinke parkeerplaats is. Hier staat natuurlijk de bus. Het is een beetje schoetsig, hè? Februari, modder. Ik wil straks eens binnenkijken. Het is helemaal rampzalig met die gekke files. Oké, deze parkeerplaats. Het is nummer 1. Ik neem jullie mee naar parkeerplaats nummer 2.